Loeken, ik vang je op. Ik vang je echt op. En Amantu. Precies zo. Amantu, Nina slachtoffer, daar vang me op. Dus dit is wat gebeurde. Ik werd op een dag wakker en dacht... Die pure echte lobbytakkie, zoals die alleen wordt geserveerd in Gilly's Loveline, moet worden verspreid. Lang verhaal kort, ik stap in een vliegtuig, zeg tegen die piloot, vlieg naar huis, boom, Gilly's Loveline in Suriname. Zo is het niet helemaal gegaan, maar ongeveer. En Suriname heeft veel moois en veel lekkers. Het eten, het klimaat, de natuur en, sorry, ik kan het niet anders zeggen, de Surinaamse vrouwen. Na Jumeta Kimogli. Welkom in Gilly's Loveline, Sisa. Ja, leuk dat je er bent en wat zie je er fly uit. Thank you. I love it. Thank you. Welkom in Suriname. Dank je wel, man. Ik ben hier graag en ik praat graag met mijn eigen mensen over de liefde. Ja. Yeah. En dat is breed, hè? Maar we gaan merken hoe breed. Als eerste wil ik je zeggen van check. Ik kijk al een tijdje naar je als artiest. Ja. Yeah. Je bent ook onderneemster, yeah, props wel. Daarvoor. Ik heb een speciale liefde voor ondernemers, yeah. Model ook. Freelance model. Freelancer. Dus, no, I love it. Dus je doet veel je hossel. Ja, man. Flora Passi. Big up Flora. Big up Flora. Po, sowieso. Nee, maar dan denk ik van, als ik naar jou kijk bijvoorbeeld, denk ik van Surinaamse vrouwen zijn lekker bezig. Maar dan loop ik toevallig tegen een vlog van jou aan. En dan denk ik, oh wacht even, zij is leuk. Leuke persoonlijkheid. Ik wil haar in Gilly's Loveline. En ik heb je. Dus dank daarvoor dat je met me bent komen chillen. En welkom nogmaals. Ja? Thank you. Luko Mowgli, ik heb een beetje omschreven. Je bent dit, dat en dat. Maar ik ken je natuurlijk niet. Mm. En ik wil kennis met je maken. Yes. Een trucje die ik vaker uithaal in Gilly's Loveline. Ja. Ik stel dan vragen, eigenlijk halve vragen. En jij maakt ze af met een antwoord die het best bij jou past. Jere? Okay. Zo spannend is het niet. Maar zo probeer ik dan Mowgli beter te leren kennen. Jere? Yeah. Okay, let's go. You ready? Okay, let's go. She said, let's go. Let's go. Okay, laat me met de eerste beginnen, ja? Je maakt het dus af met de antwoord die het best bij jou past. Okay. Het maakt niet uit. Hoe zwaar het leven wordt, mij zal je nooit zien met een puntje, puntje, man. Fill it in. Keep it real. Keep it real. Dus het maakt niet uit hoe zwaar het leven wordt, mij zal je nooit zien met een puntje, puntje, man. Een niet verzekerde man. Een niet zelfverzekerde man. Oh, niet zelfverzekerde man. Ik denk hij moet verzekerd zijn bij ja, je. Ja. Oh, een niet zelfverzekerde man. Een niet zelfverzekerde man. Ah, dat gaat hem niet worden voor jou. Nee. Want? Met alles wat ik doe en de manier hoe ik ook gewoon een beetje artiest ben in de samenleving. Ja. En bepaalde dingen niet ieder verdraagt. Dat is, ik heb Europa, iemand hè? Nodig die zelfverzekerd is en die... Die kan zeggen, baby, go do your thing. Ja, doe je ding. Ik begrijp het. Ik zou je wat zeggen, ik denk daar ook wel eens over na. Hè? Of ik, want je maakt mooie videoclips, je bent freelance model. Yeah. Je bent fit als vak, dat zien we. En je draagt mooi. Dus daar zit het hem in. Hè? Dat de man weet van, hey, maar baby's, doe je maar ding. In plaats telkens, jaloezie, waar ga je, wat doe je, waarom? Yeah. Mm-hmm. Heb je het meegemaakt? Waarom heb je zo aan? Heb je het meegemaakt, ja, die situatie? Een beetje, niet vaak, maar ja. Een tijdje wel. En daar ben je onder of niet van? Nou, dit is niets van mij. Is niets voor jou? Nee, okay. Nee. Oké. Okay. Ik hou ook gewoon van mijn vrijheid, weet je. Dus ik denk dat het ook gewoon is. Oh ja, ja. Zo'n vrouw die van de vrijheid houdt. Dus dat betekent, je kan een man snel scotten als het niet klopt. Heel snel. Heel snel. Trouwens, wat grappig is, deze, het maakt niet uit hoe zwaar het leven wordt, waarmee je mij nooit zal zien. Ik heb mij laten inspireren door een meme. Want jij kwam binnen eerst, wat je zei, je bent kort hoor. Ja. En deze meme is eigenlijk, je zal me nooit zien met de korte man. Nee, dat niet. En is all good. It's all good. Want guess what? Er zit een zelfverzekerde man tegenover je. Ja. Yeah. Mm-hmm. We gaan verder. Ja. Wat ik nooit heb begrepen van mannen is... Mm-hmm. Wat ik nooit heb begrepen van mannen is. Hoe ze een dubbel leven leiden. Hoe ze dat voor elkaar krijgen. Ja. Ja. Ja, hoe ze een goeie, vind ik een goeie. Ja, hoe ze een dubbel leven leiden. Mm-hmm. En sommigen zelf twee gezinnen. Ja. Of heb je het ook misschien ook over.
Oh, er zijn verschillende vormen. Er zijn verschillende voorbeelden. Ja. Er is heel wat is het veel ergste, qua wat is het ergste dat je hebt gezien? Misschien niet eens bij jou, maar bij de mensen om je heen. Qua dubbele leven dat je dacht van, wauw. Ja, ja. Wat is het ergste? Nou, gewoon dat ze beide gewoon voor elkaar uitlopen. Beide? Oké. Okay. Beide. Ja. En ze weten het boem boem. Ja. En toch zijn ze gewoon cool, chill met elkaar het daarna. Het is een soort regeling, no? Ik snap het niet. Onuitgesproken. Ik snap het niet. En soms weten ze gewoon van, hé, nee, die komt net van iemand anders. Juist. En toch zijn ze gewoon normaal. Ja, ja, ja. Ja, maar het is vreemd. En dat is vreemd, oké. Okay, okay. Vreemd. Ik ken nog een hippie voorbeeld waarbij die man onder down low is. Mm-hmm. Dat je zegt, hij heeft een double life en mm-hmm. die kill is down low. Dus hij doet het ook met mannen en gaat weer terug naar zijn vrouw. Dat heb ik niet gezien. Ik heb ervan gehoord, moet ik zeggen. Maar nu lijkt het een stapsman, nee, maar ik ken hem niet. Maar ik heb ervan gehoord. Mm-hmm, mm-hmm. Dus daar moest ik gelijk aan denken. Oké. Okay. Nou, dat is erg. Ja, ja, ja. Hoe zou je daarmee omgaan dan? Als je, want je houdt van je vrijheid, dat wordt ook in moeilijk eigenlijk, toch? Mm-hmm. Dus het kost jou waarschijnlijk al heel veel moeite mm-hmm. om een man überhaupt te accepteren en zeggen van, you know what, I'm gonna give this a chance. Mm-hmm. En nu blijkt hij leidt een dubbel leven. Laten we niet dat drastische voorbeeld nemen, maar wantrouwfraude. Het is moeilijk hoor, ik zeg je eerlijk. Maar je scoort wel gelijk, ne? Maar je bent echt verliefd, moet je voorstellen. Oké, okay, daar ben ik. Oké, okay, je hebt tijd ingestoken, je hart. Ik luister. Ik ben verliefd. Ik ben helemaal gek op jou. Ah, ja. Zou ik wel willen luisteren van, oké, okay, maar waarom heb je het gedaan? Waarom doe je het? Oké. Okay. En waarom heb je iemand anders? Mm-hmm. Ik ben volwassen geworden nu, vind ja. ik. Want als ik naar een paar jaren terugkijk, mm-hmm. toen ik 18 jaar was of zo, zou ik het niet accepteren. Nee. Gewoon meteen niet. Maar je bent nu wel benieuwd naar het verhaal, no? Van, nu ben ik wel gewoon een beetje gewoon benieuwd van, maar waarom? En okay. waarom doe je het? En ja. wat is je doel eigenlijk? Zei je nou dat je dat meegemaakt? Ik heb het wel meegemaakt, ja. Maar ik accepteerde het niet. Ik was meteen klaar. Ja, ja, ja. Ik wil niets horen, letterlijk niets. Maar nu wil ik wel gewoon luisteren van, oké, maar waarom? En wat is je doel eigenlijk? Wat wil je ermee bereiken? En nadat hij heeft uitgelegd, Scotjes en Mars. Het kan ook niet. Of het hangt ervan af. Als de uitleg goed is, ne? Je uitleg moet goed zijn. Okay. Ja, en sowieso moet je me hoog houden, vind ik. Mm. En dan pas. Daar zit het hem in, toch? Dan pas. Maar ik is hij al niet lacking in het hoog houden mm-hmm. als hij al bemoeit met de andere vrouw? Ja, je hebt gelijk. Je hebt wel gelijk. Ik weet het ja. niet, hè? Maar ik vind het wel dope dat je bereid bent te luisteren. Ja, van, ik ben wel man, bereid. Leg maar uit. Mm-hmm. Zijde. Mm-hmm. Dat vind ik wel dope. Mannen blijven wel mannen. En tegenwoordig wat ik gewoon zie, mm-hmm. is de meeste leiden gewoon aan dubbel leven. Ja. Dus ik snap het niet. Ja, ja, ja. Dus nu moet je wel gewoon gaan luisteren. Want ja. vooral in Suriname bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ben je een goede man? Ja, je moet delen volgens mij. Ja, ja, ja. Echt delen. Ja. En ja, er zijn niet zoveel Kijk, goede mannen. Ik zeg altijd, want we praten nu over mannen, maar hij moet toch met iemand wakker. En dus die vrouwen doen er ook aan mee. Toch? Ja. Dus het is niet een mannending. Er moet een vrouw zijn die er aan meedoet, toch? Mm-hmm. Ben je wel eens met een andermans... Vrouw. Nee, andermans. Andere vrouw. Nee, maar dat kan ook. Maar oké, goed. We houden het veilig. Ben je wel eens met een andere vrouwsman geweest? Ja, wel eens gedaan. Oh, je hebt het wel eens gedaan. Dat ja. is eerlijk. Ja, wel eens gedaan. Why? Omdat na eenmaal in Srana Oede? Want ik maak altijd de ja. uitspraak. Ik zeg in Srana, alasma ewaka. Mm. Inclusief tante. Ik vind... Oom, auma. Doe niet zo. Niet letterlijk iedereen in Suriname. Veel. Veel mensen, ja. maar niet letterlijk iedereen. Nee. We gaan maar niet jij iedereen... hoorde ook bij die groep ooit, dus. Ooit eens, ja. ja. Mm-hmm. Was je jongen, hè? Mm-hmm. Ja. En ja, ik ben er niet trots op, no. of wat dan ook. Het kan gebeuren maar, toch wel zijn mensen? Het kan wel gewoon gebeuren. Ja. Je leert gewoon eruit. Oké, mm-hmm. doop. Was hij het waard? Wat zeg je? Was hij het waard? Ja. Hij was het wel waard? Ja. Oké, okay. je begint ja. ook echt, dit is je grootste ja. glimlach tot nu toe. Nee, hij was het waard. Oké, okay. dat is een beautiful thing. Oké, okay. we gaan verder, Jera. Yes. Maak de vraag af. Mm-hmm. Een slechte eigenschap van mij, waar ik nog aan moet werken, is... Hm. Wat denk je perfect? Nee, ik ben sowieso niet perfect. Misschien dat ik meer moet gaan verdragen en niet zo snel boos moet worden. Hm. Dat? Je wordt snel boos, hè? Ja, ik word wel snel boos. Oké, okay. ik zie het een beetje, dat jij volgens mij goed boos kan worden. Mm-hmm. Ja. Als ik echt boos ben, dan ben ik en ook echt boos. Hè? Ja, nou, maakt niet uit, man. Fitty, koffie. Schelden, alles. 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 Okay. Maar ik leer het af.
Oké. Ik ben bezig met mezelf. Je werkt nog aan jezelf. Ik werk aan mezelf. Maar dat is dus stijl voor jij begint je begint iemand te voelen. Mm-hmm. Dan weet je van, Migado, als hij deze ziet, ik hoop dat hij blijft. Of ik hoop dat het me lukt om het weg te werken voordat hij het krijgt te zien. Ja, ja. Ja. Ik probeer. Ik beheers mezelf nu. Lau wrak, no? Je wrak ja, zomaar. Lau wrak. Ik kan ook lau wrak. Maar dat zeg ik. Ik probeer gewoon nu het minder te doen dan voorheen. En het lukt wel. Ja? Het lukt aardig. Oké. Heb je het naar je zin? Ja. Dan gaan we door. Ja, sowieso door. Een red flag bij een man die ik meteen herken. Dat je zegt van, die herken ik meteen, enough time in next. Is? Even nadenken, er zijn zoveel. Ik zou zeggen, het gaat niet echt goed thuis hoor, met mijn gezin. Oh, en daarom? Dus daarom wil ik met je, wil ik je beter leren kennen, zogenaamd. Ja. Super red flag. Ja. Maar dat is een populaire hier, dat no? Dat hoor ik, het is echt bekend. Het gaat niet zo lekker thuis. Het gaat niet zo goed met mijn vrouw en ik thuis, hoor. Eigenlijk zo begint het sollicitatieproces van een buitenvrouw hier, no? En Adayu, als je die baan aanneemt. Als je erin aanneemt. Gaat. Maar wanneer je gewoon op maar straat Maar ik go in toe, heb je net verteld, van Lizzie. Ben je ook gaan solliciteren? Ja, want deze was en je hebt gezegd. Oh ja, cheers. Hoe doet ze zo met je? Dan ben je hem gaan troosten voor wat jou. Gaat hij nog steeds met die dame? Tuurlijk. Dan herken je zoiets als iemand dit zegt. Ja. Mm-hmm. Oké, grappig. Super red flag is dus wanneer hij zegt, thuis gaat niet zo goed. Thuis hoor. Ja. Dus jij trapt daar nooit meer in? Nee man, Nee. Okay. Ik zeg jongen, zeg meteen de waarheid hoor. En aan jongen? Die je zo liet glimlachen, zo even. Als hij weer komt, hij zegt, hey Loco, het gaat weer niet goed hoor. Nee, maar hij gaat niet meer daarmee op me komen, want we hebben het gewoon uitgesproken van, nu kan je gewoon eerlijk zijn. Maakt niet uit wat het is. Mm-hmm. Wees gewoon eerlijk en dat doet hij ook gewoon. Oké. Ja. Dus mensen leren ook uit hun fouten hoor. Ja, jij vooral toch? Ja, ik ook. Oké. Want ik denk dat ik je mag namelijk. Ik ga je zo meteen omschrijven, later ga ik omschrijven wie ik denk dat je bent. Ik wil eerst zien of ik gelijk heb gehad. Benieuwd. Ik ga zeggen als ik zeg van ja, dit maar is wat ik bedoel. Meestal kunnen mensen me niet echt peilen, dus. Oké. Ik ben benieuwd. Ik zei het al, ik voelde aan, ik zeg, maar wanneer jij boos wordt, word je echt boos en waarschijnlijk is het don rak. Dus dat had ik al goed geraden, ik ben al goed op weg. Ja. Iets dieper, niet veel dieper, iets dieper. De fase waar ik nu ben in mijn leven, heb ik vooral behoefte aan. Tik het aan. Aan. Veel positiviteit, happiness en gewoon iemand die eerlijk is. Gewoon. Mm-hmm. Iemand die eerlijk is. Mm-hmm. Maar toen je zei happiness, bedoel je ook iemand die je gelukkig kan maken? Ja. Ik ben zelfs gelukkig voor mezelf, maar in relatie... dat wij gewoon samen gelukkig kunnen zijn. Ja. Yeah. Wat bezit jij? We gaan niet bescheiden doen. Wat bezit jij dat je zegt, daarmee schitter ik als een partner? Als een partner? Hierin schitter ik. Dus even naar Bori of als het in van... Nee, ik ga je niet helpen nadenken. Waarin schitter je als een partner? Dat je zegt, als je mij hebt als partner, dit is sowieso wat je van mij kan verwachten. Dat we samen gaan groeien? Samen bouwen. Ja, samen opbouwen. Maar dat wordt even een boy listie. Hij is niet ambitieus. Nee, dus jij kan niet met ambitieuze man. Ik stoot je. Ik push je. Echt waar? Je bent bereid een man... Ja, ik push die je. Niet ambitieus is, ben je bereid om te pushen? Sowieso ga ik geen man vinden die niet ambitieus is. Sowieso je neemt moxie aan de... Oké. Dat kom ik niet echt tegen. Oké, mooi. Gelukkig. Dat zeg ik zo over je omgeving. Ja, kan dat je misschien even geen zin hebt. Of een moment hebt. Ja, of een moment hebt van, het lukt even niet, man. Of maar dat is je mooi. Stress. Ik haal je wel eruit, man. Dus jij schiet het in... Ik laat je lachen. Ik laat je powert je man. Ja. Oké. En dan kom je gewoon weer erin. Mm-hmm. En we gaan samen vooruit. Samen, dat is mooi. Dat vind ik wel leuk. Dat klinkt mooi op papier. Mm-hmm. Dat klinkt mooi, ja.
Gabon, dan wil ik dit van je horen, Jera. Ik ben niet de perfecte vrouw, maar als er één ding over mij gezegd moet worden, dan is dat... Take your time. We hebben geen haast. Neem een slok. Geen perfecte vrouw. Wat kunnen ze nou? Nee, ik ben niet de perfecte vrouw, maar als er één ding over mij gezegd moet worden... Kijk, zal ik je een voorbeeld aangeven, voorbeeld van mezelf geven? Ik ben niet de perfecte man, maar als er één ding over mij gezegd kan worden, is van... Ik ben wel real. Dat bedoel je? Ik heb je een voorbeeld gegeven. Dat is mijn voorbeeld dan. Of ik ben loyaal. Denk rustig over Mowgli. Dus Mowgli is niet de perfecte vrouw, maar als er één ding over haar gezegd moet worden, dan is het... Dat ze een flinke, jonge dame is die altijd gewoon haar best doet om vooruit te gaan. Dus als ze één ding over mij gezegd, ik ben niet de perfecte vrouw, maar als ze één ding over mij gezegd moet worden, is het ik ben vooruitstreven. Is dat hem? Ja. Is en vooral altijd geweest sinds jongs af. Dus dat... Moet dat wel, ja. Want je bent jong, je onderneemster, model. Ik kijk naar je, ik zie je gaat ook hard in de gym. Ja. Voor mij zegt dat heel veel van, hé, zij wil iets. Ja. Zij gaat achter iets aan. Dat is wat mij dat zegt. Ja, en dat is Klopt ook dat? Al... Het is niet vanaf nu, hoor. Het is echt vanaf 16 jaar zo. Ja. Altijd gewoon werken. Hosselen voor geld, doekoe. Ja. Dus ze kunnen niet jokken daarover. Nou, over geld en doekoe gesproken, hè. Er is een wijze vrouw die het volgende heeft gezegd. Broke zijn is een ziekte. Als money een guy was, dan is hij mijn type. En die wijze vrouw ben jij. Dus money is een belangrijk aspect. Geld is belangrijk. By the way, als broke zijn ziek is, Jeff cameraman, Mangayu, we zijn doodziek. Maar dat terzijde. Lucas, ik zie wat je zo spontaan ze denkt, ik wil weg. Oh. Ik wil niet rond doodzieke mensen zitten die broke zijn. Nee, maar dat is wel belangrijk. Dus in het verhaal van, want we hebben net, je haalde voorbeelden aan van zo een man, zo en dan bouwen. Maar wat if I now money? Eerlijk, dat jaren. Is moeilijk, jaren. Dat kijk, maakt het moeilijk, eerlijk. Hè? Dat is moeilijk. Okay, dat vind ik eerlijk. Ja, nee, maar ik begrijp het ook wel. Dus dat is eigenlijk al een no-no. Is dat een no-no voor jou? Dat je zegt van, look hoe. Nee, ik doe ook gewoon mijn best toch. Want dan lijkt het alsof, ik begrijp dat wel. Ik moet jou ook uit de kuil halen en dan... Jij moet hem gaan sponsoren. Jij moet hem onderhouden. Normaal. Nee, dat gaat niet lukken. Nee. Maar die mensen ontmoet ik ook niet echt. Dus ik heb dat soort problemen ook niet. Okay. Van, ik ontmoet iemand die het niet echt heeft en zo. Ik denk de manier hoe jij naar buiten komt, dat... Ja. Maar mo herhaling etewalesi. Bro, help me. Het is een ziekte. Ik kan mezelf niet verliezen in de liefde. And? Als money een guy was het mijn type. Dan zou je luisteren naar zo'n lyric en denken van, dat is oppervlakkig, maar dan leg je het uit. En ik zeg je eerlijk, kijk, jij bent iemand, je zegt je hoort het hard, toch? Yes. Ik kan me dan wel voorstellen, je kan dan niet gaan met iemand die... Nee, want je doet niks. Die nog niet op een bepaalde level is. Nee. Op zijn minst waar jij bent of probeert te gaan. Of probeert ik te gaan. Ik begrijp dat wel, hoor. Nee, ik kan niet. Nee, toch? Ik judge die mensen niet, die heren niet of wat dan ook, maar... Ja. Nou. Maar die kill heeft dan al die dingen waarover we het eerder hadden. Je ziet van met hem kan ik bouwen. Hij heeft wel potentie. Ja. En nou wat money, eten. Ade even in wat dal toe. Maar je ziet, hij heeft potentie. Eerlijk, hè? Is het ook niet genoeg dat je zegt, luister, in die fase moet hij echt voorbij zijn, wil je met mij kunnen fokken. Ik wens hem dan succes, kom daaruit en dan spreek ik je misschien op een ander moment. Is moeilijk. Zou ik zie het aan je. Maar... Al je wenkbrauw gaat krom. Jij trekt dat gewoon niet, hè? Het kan, maar ik weet niet. Het is moeilijk. Ik ben ook gewoon echt bezig met mezelf. Dus het is moeilijk. Dus nee. Nee. Je ziet het niet, hè?
Okay. Nee, dat is eerlijk. We keep it real over hier. En er is ook niks mee. Mis mee. Jij bent niet de eerste die dat zegt in deze show. Klopt. Ja, jij zegt ook, ik heb dat soort mensen niet om me heen. Niet eens. Nee. Ik heb echt alleen maar mensen die moeite maken, die hun best echt doen in het leven. Ik heb mensen van niets zien komen samen met mij. Mm-hmm. En die gewoon ook weer nu op mijn level zijn, we staan gewoon gelijk. Dus oh, dat is mooi. Toch mooi? Ja, ja, ja. Dat we zeggen, iedereen kan het gewoon, want we komen van één plek en mm-hmm. kijk waar we nu zijn. We gingen naar Blauwgrond, haalden zout, dus nu gaan we gewoon, kunnen we gewoon elke dag steek halen bijvoorbeeld. Kan gewoon, dus dat is hard kan, maar jij moet willen. Oh, maar wat je daar omschrijft is mooi, want ik dacht, jij zei je hebt mensen om je heen, maar dat zijn mensen die je ook lang kent. Ja, ik heb ook mensen die ik heel lang ken en ik heb ze ook van niks zien komen en zijn allemaal nu gewoon, zijn allemaal gewoon een beetje op één lijn. Mm-hmm, mm-hmm. Ja man, is toch leuk, dat vind ik leuk tenminste. En doet je best. En by the way, deze dame is jong, hè? Ja, maar hoe oud ben je? Ik ben jong. Ik ben 21. 21 jaar, hoor je die takkie? Ja. I love it. Je ziet dat je ergens naartoe wil gaan en je bent goed op weg. I love it. Hey, maar hoe lang ben je bezig met muziek? Met muziek? 2 jaar nu. 2 jaar. Ik ben nu wel in mijn breakfase, mijn pauze van muziek. Maar 2 jaar kan je zeggen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, want dat zeg ik toch. Ik zag dat allemaal. Ik dacht, oké, leuk. Mm-hmm, cool, dope. Mm-hmm. Lekker bezig in Suriname. Mm-hmm. Maar dan zie ik je vlog en zie ik die persoonlijkheid. Dus ik is een leuk meisje, man. Ja. En die vloggen, Tori, is uit jouw rokko, ben je daarom ermee gestopt? Het heeft echt veel werk, ja. Klopt. Dacht ik al, ja. Ik heb ook even een pauze. Zo, ja. Dus mij krijg je niet aan het vloggen, hoor. Social media eigenlijk. Heb je social media pauze? Ja, dus ik post ook op YouTube toch, dus die video's, die vlogs. Ja, even hè? Gewoon een pauze. Oké. Okay. Ik ben ook gewoon echt bezig met mezelf nu. Ben je bezig mental met jezelf? Ja. Oké, dope. Ja. Dope. Ja. Dus ik heb gewoon een break. Iedereen vraagt wanneer komt nieuwe muziek, nieuwe vlogs. Maar ze moeten ook gewoon kunnen begrijpen van, mensen kunnen ook gewoon bezig zijn met hunzelf. Mm-hmm. En het opbouwen van hun mental health, hoe ze zijn, hun leven. Mm-hmm. Ja, man. Nee, maar Melonne, je praat verstandig. Want ik dacht dat je iets ouder was namelijk. Ja, iedereen zegt dat. Iedereen denkt ik ben ouder. Als je al bezighoudt met mental health dingen en al die dingen. Mm-hmm. En niet alleen bezighoudt, je bent dus echt dingen aan het veranderen. Mm-hmm. Breaks aan het nemen van dit. Ja, ik ga ervan uit, ook van mensen. Ook van mensen. Ook mensen verwijderen uit mijn leven. Ah. Ja. Ja. Kleine kring. Ja. Ja. Oké, okay. Good for you. Ja, man. Maar oké, als we het over mental hebben. Want jij bent best wel flink, zoals ze dat hier noemen. Als ik kijk naar je clips, is best wel outspoken. Mm-hmm. Die leer ik net, die we aanhalen. In je clips ben je best wel gewaagd. In je foto's ook. Gewaagd gekleed, sexy. Mooie foto's, by the way. Voel je druk als vrouwelijke artiest in Suriname en ook als model hier in Suriname? Voel je een druk van buitenstaanders die dingen vinden? Vroeger wel. Nu niet meer. Nee, het doet je niets wat anders. Niets meer nu. Nu doet het me echt niets meer. Mm-hmm. Maar wanneer je opkomende artiest bent, sowieso veel kritiek en je moet weten ermee om te gaan. Mm-hmm. En niet ieder kan dat in het begin. Mm-hmm. Anderen hebben meer tijd nodig, anderen kunnen er gewoon snel mee omgaan. Maar ik kon er ook niet echt mee omgaan in het begin. Jonger, je was nog jonger. Snap je? Dus bepaalde woorden en zo raakten me wel gewoon. Tuurlijk. Maar je leert erin, je groeit en op een gegeven moment zit je gewoon te denken van wat men denkt. En dan is Suriname ook nog klein. Ja, echt een dorp. Dus iedereen ziet alles snel. Iedereen hoort alles snel. Uh-huh. En iedereen heeft ook snel levert gewoon snel kritiek. Uh-huh. Dus hoe ga je ermee om? Nou, hoe ga je ermee om? Nu geef je antwoord meer. Ik zie het volgens mij niet eens. Vroeger ging je mensen beantwoorden, mensen die er niet toe doen. Nee, misschien wel 1 of 2 mensen. Mm-hmm. En toen heb je mensen die het met je menen in je kringen. Mm-hmm. Van dit moet je niet doen. Dit moet je niet doen. En dan leer je eruit en je geeft je antwoord meer. Maar nog steeds zie je die dingen voorbij gaan. En sommige dingen doe je wel wat. Je bent mens. Absoluut, ja. En dat doet je wel wat. Maar op een gegeven moment zie je van, maakt niet uit wat je doet, al doe je iets positief, al doe je iets slechts, toch is er kritiek. Dus op een gegeven moment ga je vestigt geen aandacht meer aan die mensen. Mm-hmm. Vooral niet aan mensen die je helemaal niet kent. Ja. Dus dat is het gaan worden en ik focus me echt niet meer op mensen. Hey, zodra je echt niet meer. Zodra je de focus... Echt niet meer.
Echt niet meer, hè? Nee, 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 nee. Echt niet meer. Echt niet meer. Goed, sorry. Nee, ik zeg altijd, zodra je ervoor kiest om in de public eye te zijn, moet je weten dat bullshit op je afkomt. Dat moet je weten, dat hoort erbij. Je kan een baby hebben op het internet, zo schattig. Toch ga je in de comments sommige dingen lezen waar het mensen irriteert. Ma. Is te schattig. Ja, maar. Dus wie ben jij? Ze gaan gewoon iets zoeken. Ze gaan iets vinden. Eén eyebrow is gewoon hoger dan die andere. Maar dat zegt meer over hun dan over jou. Dan over jou, en ik denk klopt. Dat jij daar nu bent. Ja. Ja, het doet niks meer. Oké, dope, man. Mm-hmm. En mensen verwijderd uit je leven. Mm-hmm. Matties. Matthias, vriendinnen. Maar ook schatjes. Schatjes. Zie je, ik gebruik speciaal het woord schatjes om je te lokken. Dus je had schatjes. Ja, je hebt wel schatjes. Oké. Nee, ik krijg boss lady vibes van jou, hè, by the way. Hoe moet je ze eigenlijk noemen? Als je met mensen app, als je met mensen praat. Hoe noem je ze ook? Vrienden? Nee. Het zijn wel schatjes. Maar gaat het dan verder dan appen en praten? Soms. Sommige schatjes komen bij level 3. Ja, there are levels to this shit. Okay. Sommige gewoon appen. Ja. Met sommige weet je van, oké, dit ga ik met jou doen. Ja. Dit moet jij voor mij doen. Okay. Je kiest uit, ja. Okay. En vooral wanneer je echt zo, ja, ik wil me niet aanstellen of zo, maar ik weet wel gewoon dat ik een speciale vrouw ben. Okay. Nee, dat is goed. Ik vind het dope dat je dat zo zegt. Ik krijg wel veel aanbiedingen en dat soort dingen. Ja. Maar, schatjes, en met de ene dat, de andere dat. Mm-hmm. En dat doe je dan denk ik, omdat dat best bij je past, bij je levensstijl. Want je rent achter iets, achter succes. Ja. Zou je bereid zijn al die dingen opzij te zetten voor één man? Want je zei, je wil ook met één man bouwen, is dat niet eigenlijk? Mm-hmm. Dat zeg ik, en dat is eigenlijk toen. Nu is het ook anders. Oh, dus die schatjes zijn toen? Ook toen. Okay. Nu praat ik bijvoorbeeld gewoon rustig met twee personen of zo. Gewoon praten. Ik heb het gedoseerd. Minder. Ja, gewoon praten. Minder. Is het minder. Okay. Gewoon praten. Kijken hoe jij denkt. Kijken wat ik met jou kan bereiken. Oh ja, nee, ja, je moet aanvoelen of iemand het waard is. Maar met te veel mensen op nahouden, nee. Nu niet meer. Niet meer. En je hebt me iets gevraagd als ik bereid ben om het voor één man. Dat toch? Was mijn vraag inderdaad. Mm-hmm. Dat je zegt van ik ga voor één. Tuurlijk. Natuurlijk ben ik bereid daarvoor. Want je zei dat maar je moet het wel echt waard zijn. Oké. Okay. Mm-hmm. En daarom stelde ik de vraag, waar schitter jij in? Wat heb jij te brengen? Oké, mm-hmm. Je bent een speciale vrouw, toch? Mm-hmm. Wat maak je speciaal dan? De manier hoe wij samen vooruit gaan, toch? Dat maak je speciaal. Jawel. Ik ben geen vrouw die er gaat zitten, die op jou gaat wachten. Weet je, de man moet dit doen. Nee, ik ga er ook zelf voor. Want juist dat vinden, wat ik heb gezien hoor, vinden mannen speciaal. Als een vrouw bezig is, die vrouw is bezig, ze doet haar ding. Mm-hmm. Weet je, ze doet haar eigen ding, niet constant thuis zitten, niets doen. Wachten op die kill om wachten op het eind van de maand. Ja. Nee. Mm-mm. Nee, oké, maar. Dus we hebben beide iets aan elkaar eigenlijk. Weet je wat dan het gevaar is? Dat probeer ik als die man toch? Die man zegt, oké, dan wil ik Mowgli. Ik ga mijn aandacht vestigen op Mowgli. Mm-hmm. Maar Mowgli heeft zoveel opties. Mm-hmm. En Mowgli is jong. Mm-hmm. En Mowgli doet de eigen ding. Dat gewoon, one day I can wiki tak van, ik wil iets anders. En dan heb ik zo, ja, je lacht omdat je herkent het waarschijnlijk. Zoom in op Mowgli. Zoom in op Mowgli. Afissie. Nee, maar het is soms een real shit. Want jij hebt opties. Ja. Jij kan, dus je hebt niet per se een man nodig. Ik zeg niet je hebt, want er is een speciale man die jou het gevoel kan geven van, mm-hmm. Luku, oké, ik heb hem niet nodig, maar ik wil hem. Ik wil hem hier en ik ben bereid en al die dingen. Awan sabi miki lafu er zo breed, zo even. Zo'n model ongeveer. Mm-hmm. Kijk, je lacht weer om hem. Zo. Ik zet die man hier te promoten. Liever waar dat is, verleden tijd. Mm-hmm. We gaan verder. Maar dat is waar, hè? Dus je hebt opties en je bent jong en alles. Je kan gewoon zomaar opstaan en zeggen, ik wil iets anders. Nu heeft die man tijd geïnvesteerd, energie, zijn hart gegeven. Maar je oppo one day, ik wil iets anders. Dus al die takjes die je had gezegd, samen bouwen en al dat soort dingen. En de volgende dag, dat kan ook met een dame als jou. In mijn geval niet. Want? Ik weet wel wat ik wil. Dus als ik echt voor je ga, dan gaan we er echt voor.
Okay, maar dus... dan sta ik er echt achter. Okay. Dus ik ga niet een dag opstaan en ik verander. Want zo'n persoon ben ik ook niet. Want een man heeft verleidingen, maar een vrouw heeft net zo goed verleidingen. Klopt. En vooral eentje die opties heeft. Klopt. Toch? Maar er moet echt gewoon een goede reden zijn. Ik denk niet dat ik gewoon een dag ga opstaan en ik wil jou niet meer of ik wil iemand anders. Nee. Of iemand anders. Want daar zit het hem in. Want dat zou dan betekenen dat je altijd in contact bent geweest. Met anderen. Ja, maar wat jij noemt maar praten. Maar praten is al veel. Is al veel, toch? Alleen praten en je zit in een relatie is ook al smerig. Oh nee, dat eigenlijk. Is... In mijn wereld... Is al smerig. Het maakt me niet uit wat jij vindt. Dat maakt me wel uit. Maar ik leg je uit hoe het bij mij zit. Is al vreemd gaan. Ik weet niet. Vreemd gaan, bij mij is dat al vreemd, maar, bij mij is dat al wakker. Maar het is wel smerig. Het is al smerig, want je praat dan met anderen. Dus ja, je stelt jezelf al open, ja, toch? Is dat een soort passie, weet je? Maar dat is bedoeld. En ik zeg je eerlijk. Als je jong bent, zeg ik, it's your right eigenlijk. Ja. Maar dat vind ik ook. Wil je zo'n leven leiden? Wil je opties hebben? Wil je praten met mensen? Wil je uitgaan met mensen? Blijf gewoon single. En dat is wel mijn dingetje. Omdat ik weet van, nee, ik ben nog niet ready. Of ik heb de juiste nog niet gevonden. Juist. Nog niet echt iemand die ik weet van, ik wil echt voor jou gaan. Blijf ik gewoon single. Want dan weet ik, ik doe niemand pijn, ik doe niemand kwaad. Ik doe niks verkeerd. Ik ben gewoon single, ik ben vrijgezel. Ben je het eens met me of? Nee, ik zit naar jou te luisteren en ik denk... Denk ik anders? Nee. Ik zit naar jou te luisteren terwijl je praat. En dan denk ik van, want mijn interesse is nu gewekt. Hè? En ik denk van, ik zie jou niet gaan met een jongen van jouw leeftijd. Nee. Ik zie dat niet. Mm-mm. Is ook nooit gebeurd? Nee. Sowieso niet, hè? Nee. Ja. Nee, ik ben te ver. Meestal vrouwen zijn altijd wel een stap verder. Te ver. Maar jij doet ook. Je hebt genoeg jongens hoor die ook ver zijn. Maar meestal zijn de vrouwen iets verder. Maar jij bent dan, ik luister naar jou. Nogmaals, het maakt het alleen maar erger. Want ik dacht al dat je iets ouder was. Mm-hmm. Dat je daadwerkelijk bent. Maar als ik je hoor praten, daarom je legt me iets uit. Ik luister wel degelijk naar je. Maar tegelijkertijd verdwaal ik van in mijn eigen denkje van... Ik zie haar niet gaan met een jongen van haarzelfde leeftijd. Nee. Toch? Klopt. Omschrijf die doet. Omschrijf... Die doet die ik wil. Juist. Die waarvan jij nu denkt, hè? Want ik ga daarna met iets anders erachter komen. Maar omschrijf die doet waarvan jij nu denkt, dat is die kill. Voor mij. Ja. En don't hold back. Probeer niet politiek correct te praten. Drop het gewoon zoals... want we zijn hem nu aan het bestellen namelijk. Yes. You gonna speak it into existence. Ja, nou... Money, die hadden we al gekofferd. Money, dat koffer. Dat is een stabiele man. Stabiele man. We gaan niet zeggen money, zo dingen. Dus stabiele man. Ik ben blij dat ik niet heb gecorrigeerd en ik ben blij dat je het zelf doet. Want dat stabiele is het man. Eigenlijk, stabiel. Oké, het gaat niet money. Sowieso, maar yes, hij moet stabiel man. Zijn. Okay. Een man die precies weet wat hij wil. A good looking guy. Niet jong. Mijn leeftijd sowieso niet, want het gaat niet werken. Mm-hmm. En een man die niet te veel kinderen heeft. Niet te veel? Nee, geen 11 dagen geen voetbalteam. Want, twee eigenlijk is een beetje max, ja. Oké. Ja, en een man die gewoon weet wat hij wil. Ja. En dat is echt moeilijk, want mannen weten niet wat ze willen. Maar zo'n man ben ik niet tegengekomen. Hoor die uitspraak, mannen weten niet wat ze willen. Hypa, ja. Jongens weten niet wat ze willen. Jongens mannen weten niet wat niet. Ze willen. En ik geloof inderdaad wel dat heel veel mannen ook niet... Okay. Maar ik zie je, nu vertrek ik vanuit mij. Moet ik loslaten. Nee, dat is jouw ervaring. Mannen weten niet wat ze willen. Ja. Maar ik zeg je eerlijk, ik heb die vibe ook bij vrouwen hoor. In mijn ervaring. Serieus? Soms denk ik, mijn vrouw denkt van, je weet niet wat je... Ze zeggen... Zoiets. Ik ga het nu real houden. Ja. Ik zit vaker, maar jij bent jong. Sorry dat ik steeds je leeftijd erin zet. Maar ik moet daar wel rekening mee houden. Omdat ik zeg, ik heb vrouwen als jou horen praten. Mooi. Ik denk zo, die weet precies hoe of wat. Maar dan bemoei je met haar een paar maanden. Dan zie je al die dingen die je omschreef. Waar zijn ze? In je gedrag, maar vooral in je handelen. Dus in theorie, die takkie is prachtig die ze ergens heeft gegoogeld. Maar hoe ze echt leeft, is geen reflectie van wat wij nu hier aan het doen zijn. Dat is mijn ervaring. Ja. Maar jouw ervaring is dus dat mannen weten ook niet wat ze willen. Klopt. En is dat voor hunzelf of in een relatie met jou dan? Voor hunzelf
Voor hunzelf, ne? Voor hunzelf al gewoon. Ja. Mm-hmm, dus het hoeft niet specifiek een relatie, maar ook gewoon wat ze willen. Ja. Ja. Maar je hebt mijn vraag nog steeds niet beantwoord. Heb je een vraag gesteld? Tuurlijk. Okay. Ik vroeg je als je met me eens bent over wat ik zeg. Wat zei je weer? Sorry hoor. Ik zei tegen jou van, als je wilt gaan praten met mensen, gaan chatten, gaan bellen, gaan daten. Ja. Yeah. Uitgaan met jongens. En je wilt gewoon je ding doen, mm-hmm. Dan moet je gewoon vrijgezel zijn. Ben je het eens met me of niet? Iedereen die deze show volgt, heeft waarschijnlijk gekeken en zegt, dat is wat die dude altijd zegt. Ja, want ik zeg dat altijd. Ga niet in een relatie, if you ain't ready, dan moet je single blijven. Het lijkt makkelijk, maar voor mij lukt het makkelijk. Waarom ben ik single? Nee, waarom ben ik niet in een relatie? In een relatie, dan ga ik toewijding, dan ben ik dedicated. Mm-hmm. En dan doe ik dat niet, heel simpel. Mm-hmm. Wil je nog genieten en zo, dan moet je niet in een relatie gaan. Voor mij is het heel simpel. Dus jij vindt dat ook, je bent het met me eens. Ik vind precies dat. Oké, okay. Wel lukken. Maar Arki, maar niet in theorie, hè? Die van mij is ook in praktijk. Mm-hmm. Want als ik in een relatie zit, mm-hmm. Want ik wil niet gebruik maken van het feit dat je met mij hebt gedeeld, maar je hebt bij je best vreemd gegaan. We hebben al gekofferd dat je met andermans man een keertje bent geweest, mm-hmm. Maar ben je wel eens uitgelopen voor een man? Ja. Ja. Maar het was geen relatie, toch? Wat was het geen dan? Relatie, toch? Wist hij dat ook? Ja, hij wist dat ook. Okay. Dat het geen relatie was. Oké, okay. Dat jij nog in je was. Het blijf uitlopen. We zijn in contact. We hebben gewoon goede band met elkaar. Ja. En ja, hij weet het wel. Ja, hoeveel... Maar is dat ook gewoon uitlopen? Ik zit niet met nee, je in een relatie. Nee. Uitlopen is van, luister, je naam je man, mina je vrouw. Dat is established. Dat is established. Okay, dat is uitlopen. Ik was niet maar als iedereen weet van, hey, ik ben in mijn Mowgli vibe, als in van, ik heb mijn opties. Chat met die, praat met die, maar ik heb niks. We hebben nergens gesproken over die kill weight. Ik ben niet jouw vriendin, jij bent niet mijn vriend. Mm-hmm. Nee, daar loop je niet uit, toch? Daar loop je niet uit, nee. Dat vind ik ook. Want we hebben geen afspraken van, hey, kijk dan, ik ben jouw vaste of nee, dat soort afspraken hebben we niet. Dus ik vind niet dat het uitlopen is, maar hoe je draait of keert, het heet uitlopen. Uitlopen, ja. Voor de mensen uit Nederland die kijken, uitlopen is vreemdgaan. Het is gewoon vreemdgaan. Het is vreemdgaan, ja. Maakt niet uit als je gewoon een schatje relatie hebt. Ja. Je gaat iets doen buiten, het blijft uitlopen. Je kan het niet anders noemen. Zal ik het, want jij vroeg aan mij, ben je het eens met me toch? Ik ga je laten zien hoe erg ik het eens ben met die statement, want ik zal nog iets tegen jou zeggen. Mm-hmm. Die van jou is gezond. Mm-hmm. Dat je bent single. Ja, je chat hier en daar. Ja. Misschien date je hier en daar. Nah. Dat is heel het voordeel van single zijn. Mm-hmm. Iemand doet aan dat is aan je. Het mag ook. Je het mag. Doet wat je wilt. Maar zal ik jou wat vertellen over mij? En dat is ook good to know voor eventueel mensen die luisteren. Zelf in mijn single tory kan ik me maar focussen op één persoon. Dus ik ben niet eens heel goed. Ja. Ja. Kijk, natuurlijk, Luku. Ik heb mijn momenten. Je kan me niet zeggen, je praat niet met mensen. Kijk hoe extra real ik het ga houden. Ik ben weer na een lange COVID-tijd in Suriname. Mm-hmm. Dus ik ben ook aan het genieten. Ja. Laat me dat zeggen. Oké, dan. Maar, origineel, ik kan niet met die chatten en die chatten. Daar heb ik het nog over chatten alleen, hè? Ja, chatten. Ik kan niet eens chatten met die en die. Dat ik drie chickies op mijn dinges heb waarmee ik chat. No man, I got shit to do. Dat ik energie ga steken. Ai, poppie, ai, gooi. No. Mm-hmm. Zelf in single vibe, met moxie aan haar one smaak. Yeah. Om de beurt. Ja, om de beurt. Dus ik heb relatie tendencies. Dus I just me ready. Of je bent gewoon kieskeurig. Oh, dat is goed. Zie je, scherp, hè? Het is scherp, want ik ben heel... Je kiest gewoon één persoon en dan praten, ja, hier, kijk daar. Je, lukt het hier niet, oké, dan skip to the next. En dat ook echt niet, want soms... En dan weer met één wat persoon. Ik het mooie vind, soms maken vrouwen me ook doodmoe, hè. Mm-hmm. Ik zeg altijd, het verschil is tussen vrouwen en mannen. Jij kan de uitspraak doen, ik ben klaar met mannen. Mm-hmm. Maar als ik die uitspraak doe, ik ben klaar met vrouwen, dat zei je door je boel. Nee, dat is het verschil. Jij kan zoveel uitspraken doen, ik het niet. Dus ik kan nooit klaar zijn met vrouwen. Ja. Ik kan nooit klaar zijn met vrouwen. Yeah. Maar soms maken jullie mijn hoofd moe. Hey.
En dan neem ik pauze van jullie. En weet je dan met wie ik ben? Mm-mm. Met mij. Ken je die? Leuk, met jezelf zijn? Ken ik. Ken je die? Ja. Ben je daar nu? Ja. Dacht ik al. En waar ben je achter gekomen? Dat je best wel leuk bent, hè, of niet? Ja. Mm-hmm. Of ben je ook dingen gekomen dat je denkt van, oh. Want dit is natuurlijk de tijd, je noemde al een mental health, dit is de tijd waarin we onszelf tegenkomen. Dat is het. Toch? En dat is het. Mm-hmm. Ik ben gewoon rustig nu, gewoon even gefocust op mezelf. Goed zo. Ja, sowieso, je kan met iemand praten, maar ik zoek er niks achter. Ja. Kijk gewoon van, oké, is dit het of niet? Mm-hmm. Laat maar. Nou weer, met mezelf bezig zijn, leuke dingen voor mezelf doen en mezelf gelukkig maken. Zelf. Ja man, ik ondersteun dat. Ik vind dat heel belangrijk. Soms is het nodig hoor, de hele tijd bezig zijn. Wat heb je aan jezelf ontdekt deze afgelopen tijd? De moeilijke tijd waarin iedereen zit, waarin we dus mental worden getest? Dat ik best sterk ben. Best sterk. Mm-hmm. Ik ben een sterke meid. Hier? Ook gewoon in het leven, gewoon sterk. Mm-hmm. Ja. En alles wat ik heb gedaan, hoe ver ik nu ben, ik ben best sterk, ja. Oké. Ik vind het dope omdat zo over je, dat iemand dat zo over zichzelf zegt en ook zo zelfverzekerd. Ja. Veel gehuild afgelopen tijd? Afgelopen jaar? Ja, afgelopen jaar wel. Dat is echt familie. Familiedingen. Ja, echt dichtbij, dus veel gehuild. Teleurstelling? Teleurgesteld in mensen? Nee. Het is echt gewoon familie en veel mensen dicht bij mij, thuis bij mij, zijn overleden. Ook gewoon aan COVID. Wauw. Weet je? En Crosby. Achter elkaar. Ja. En dan besef je ook van, hey, kijk, dit is echt een tijd van, en wie is er nu voor je eigenlijk? Mm-hmm. En een schatje is er ook niet echt voor je. Dus ja, je leert gewoon van, ik ben zelf sterk. Ik help mijn mensen om me heen. Ik support ze. En ik kom er wel gewoon overheen. En we zijn allemaal gewoon rustig. Oké. Mm-hmm. Ja. Maar jij zelf bent, want jij leeft gezond. Je gaat als een beest in de gym, hè, of niet? Doe mijn best. Je gaat als een beest of niet? Ik ga sowieso naar de sportschool. Maar je bent niet een van die meisjes die daar gaat, want ik zit in de sportschool soms, duidelijk dat dat een tijdje geleden is, maar dan zit ik in de sportschool en dan zie ik die meisjes daar foto's maken en weer weggaan. Ja, nee, we werken hard in de gym. Je gaat hard. Ik heb dingetjes gezien en zie ik van, ze weet wat ze doet. Mijn personal trainer zit ook gewoon achter me, weet je. Hij is gewoon echt achter me van, nee, geen foto's, kan ik. Je zit te lang, opstaan. Maar jij bent dan ook zo'n Insta-model, tenminste Insta-model, je dropt ook foto's op Instagram. Ja, dus, moet wel. Dus een beetje gain is gelijk. Gotta see the process. I ain't doing this shit for nothing. Oké, nee, dope. Mm-hmm. Wij gaan breken. Oké. Zie je ons ook daar? Je ziet ons, no? Door kijk je daar. Inspiratie, ik heb die clip voor je zonder muziek lopen. Serieus? Ja. Hi boy. Als Mowgli jouw aandacht heeft gepakt, als het nou is met haar persoonlijkheid of hoe ze eruit ziet. Mooi, dat is een goed moment voor mij om even dit te representen. Want je zit naar Gilly's Loveline te kijken. Je kan me supporten door een klein dingetje te doen. Abonneer op het kanaal. Klik op het knopje rechtsonder, volgens mij hier beneden of links, ergens hier. En klik ook op het belletje, zodat je een notificatie krijgt wanneer een nieuwe aflevering is te zien. We zitten nu in Suriname. Je gaat de mooiste mensen ontmoeten. Dit is er een voorbeeld van. Mowgli. We vinden je leuk. Oké, nu gaan we weer praten, hè? En dat begint eigenlijk met een liefdesquote. In Gilly's Loveline haal ik altijd een quote tevoorschijn. Of dat nou gaat over de liefde of relaties tussen man en vrouw. Het is in ieder geval een quote waarmee ik samen met mijn gast naar wil kijken. Misschien vind je er wat van. Misschien vind je het herkenbaar. Of misschien zeg ik, ik ben het er niet mee eens. Ja? Ik gooi hem op tafel. En let me know what you think about it. Ze zeggen namelijk. En hij is in het Engels. Until a man or a woman heals him or herself, they will be toxic to every person who tries to love them.
Dus until a man or a woman heals theirself from whatever, misschien van een vorige relatie of whatever, zullen ze toxic zijn tegenover degene die hun echte liefde geeft. Dat kan waar zijn. Ik zie het nu bijvoorbeeld. En, wie, bij jezelf? Nee, niet bij mezelf. Maar ik zie het wel gewoon in mijn omgeving van ja. Toch? Zo, er is iemand tegenover je die wil jou alles geven. Dus echte liefde, die is er voor je alles. Ja. Het kan. Het komt maar niet aan omdat jij zit met iets uit het verleden en jij bent niet gewoon ready ervoor. Ja, verpest het. Ja, precies dat. Je ziet dat om je heen. Ik zie het wel om me heen. Bij mij, ik laat dingen snel gaan, weet je. Echte? Ik laat het snel gaan. Dus Durf jij te zeggen, ik neem niet echt dingen mee. Wel gewoon dat ik je niet snel ga vertrouwen. Mm-hmm. Dat niet. Dat heeft wat tijd nodig. Ja. Maar ik ga niet met dingen van mijn vorige of de past bij jou komen. Nee, bij mij niet. Wel, dat beschrik hoor. Als je echt voor zo'n jong meisje dan ontwikkeld bent, dat jij weet van bij mij niet. Dat moet je niet doen. Bij mij niet, nee. De pers is de pers. De pers is wel echt de pers. Ik ga me toch even afvragen, hè, voordat ik verder ga. Hoeveel echte vaste relaties heb je gehad? Hoeveel vaste relaties? Twee. Twee stuks? Oké. Okay. En dan ben je al zo ontwikkeld, redelijk. Als het gaat om de denkwijze, man. Wat je hier neerzet. Ja. Je ziet heel veel. Ja, in die twee. Heel veel. Niet in die twee, maar ook gewoon in het leven. Oké, en als je dan... ik hoor je praten, maar dan als je... Tussen de 1 en 10 moest zeggen hoe toxic jij bent. Tussen de 1 en 10. 6. Een 6? I'm not toxic, man. Dat niet. Nee? Nee, maar als zijn het een paar toxic traits. Bijvoorbeeld, ik weet niet. Als je aan mij vraagt, ben je jaloers? Dan zei ik altijd nee. Maar ik begin nu een beetje eerlijk naar mezelf te kijken. En ik denk, misschien toch wel. Want ik iedereen. Zeg, weet je wat ik zeg? Ben je jaloers? Iedereen is een beetje jaloers, toch? Vooral als je iemand echt wilt, als je degene echt mag. Je hebt iemand al. Ben jij dan van... Dus wanneer je iemand al hebt. Ja, je hebt diegene al, ja? Je hebt degene al. Dit is wat ik zei. Mm-hmm. Want ik zei, ik ben dus erachter gekomen dat ik misschien gewoon moet zeggen... Wanneer de vraag wordt gesteld, ben je jaloers type? Dat ik misschien gewoon ja moet zeggen. Maar ik zei altijd... Ik zei nee en dan zei ik... Ik verwacht dat een vrouw weet hoe ze zich moet gedragen. Uh-huh. Hoe ze zich moet opstellen. Ja. En al dat soort dingen. Maar misschien is dat jaloers. Dat betekent van ga niet met de man kletsen en al dat soort dingen. En appen en al dat soort dingen. Luister, ik ben niet gek in mijn hoofd. Ik zal nooit aan een vrouw vragen. Laat me je telefoon zien of dat soort dingen. Als je me dat gevoel geeft, scoort ik je vlak daar. Als je mij dat wil laten vragen, dan is het al eigenlijk al klaar voor mij. Ik zal dat nooit doen. Maar... Ik ga dan ook vanuit dat je uit jezelf begrijpt, doe al dat soort dingen niet. Ja. Ik ben niet een schatje van je. Uh-huh. Ik ben je man. Man, vriend. Ben je getrouwd? Nou, voor mij trouwen, man is, ik ben je man op het moment dat ik voor jou ga. Dat ik voor jou ga, ben ik je man. Wauw, oké. Oh, jij moet eerst een ring zien, hoor, voordat nee, we die label eraan kunnen plakken. Nee, zo beschrijf je het toch. Pas als je getrouwd bent, dan ben je man. Oké. Voor mij, Luko, als ik zeg ik ga voor jou... Dan ben ik je man. En daar ben je nog sterker nog, je bent mijn vrouw. Als ik zeg, ik ga voor jou. Oké. Maar snap dus, het, is wel een leuke takkie man, vrouw. Ja, je bent van mij, klaar, punt. Sommige mensen worden helemaal kriebelig van de zin, je bent van mij. Ja. Je bent van mij, punt. Vind je dat eng? Shit. Ja. Dat wordt, en ik begrijp, mensen vinden dat eng. En vooral vrouwen als jou, ik wil vrij zijn, vinden dat eng. Nee, er zijn genoeg vrouwen, hè. Die langs zijn gekomen in de show, by the way. Vrij zijn. De vrij zijn vrouwen worden helemaal kriebelig van het woord. Je bent van de mij. Zin, je bent van mij. Ja, soms worden ze niet kriebelig. Soms is het juist gewoon leuk. Jij vindt het wel leuk. Bij de juiste persoon. Bij de juiste persoon is het juist leuk. Is het juist schuil, ja. Want ik heb gewoon... Wat zei je nou, schuil? Dat zei je toch? Is schuil, ja. Ja. Nee, maar het is ook schuil. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Nee, klopt. Nee, maar meestal de vrouwen van met opties, met... Vrij zijn zodra ze horen claimen, is rennen. Daar rennen ze weg. Het depend, jij niet? Man. Nee, bij de juiste persoon niet. Mm-hmm. Nee. Maar we hadden het over toxic.
toxic, ja. En jij zei, tussen 1 en 10, you know what? 6. 6, toch? Ja. Of een 6.5. Niet hoger dan... Als we doorpraten, komen we bij een 7. Nee. 6.5, max. Okay. Maar wat herinner jij toen je zei, no, 6.5? Nee, want je hebt al gezegd, je loopt fitty. Tofu. Nee. Tofu's is niet iets vreemds voor jou. Vechten, schelden. Nee. Ja, vieze termen. Misschien schelden. Mm-hmm. En don't rak. Dat neigt inderdaad naar toxic. Kan gewoon zomaar toxic zijn. Wat nog meer dan, voor de eerlijk? Niets meer. Laat me even nadenken. Wat heb je ooit gedaan dat je nu terug naar kijkt dat je denkt van, hé, dat was... Wat was dat? Wat was dat? Ja, maar dat Dat is zo erg dat je het liever voor jezelf houdt. Oké, hou dat in je hoofd. Mm-hmm. Met dat meegenomen is het cijfer dus... Eindcijfer. Want we gaan doorpraten en dan ga ik zeggen, is het nog steeds op een... Wat is het eindcijfer? 6.8. Oké. Okay. Niet hoger. Niet hoger. 6.8. Hoe zijn dat de 6.8 gekomen? Ja. Bijna wil ik een voorbeeld horen wat die 0,3 punten erbij is. Nee, dat is er niet. 6.8, oké. Okay. 6.8. Nee, 6.8 is dat, vind ik al eerlijk, ja. Mm-hmm. Dus 6.8, dat ben je net niet Jada Pinkett toxic. Nope! Never! No. Nee, jij zegt nope, want ik wil eigenlijk een statement droppen. En kijk, jij bent de enige vrouw hier. Ik zeg niet dat je vrouwen moet gaan verdedigen, maar als vrouw zijn, dan mag je er reageren op hoe je wilt. Mm-hmm. Want wat ik wil zeggen eigenlijk, yeah. En dat is gebleken tijdens dat Jada Pinkett en Will Smith ding, is dat vrouwen zijn eigenlijk over zijn algemeen toxic. En dan baseer ik het op de reactie die ze hadden op Will's situatie met Jada Pinkett. Hoe zij daarop reageerden. Dat zij voor hem gingen applaudisseren. Ze zeiden, hey ja, dope dat hij dat doet, die Will Smith, bij de Oscars. Ja. Dat hij naar Chris Rock roept en hem een klap geeft. Hij verdedigt zijn vrouw. Yeah, dope dat hij dat doet. Ja, Zat jij ook zo? Zat je het ook te applaudisseren, nee, eerlijk? Nee. Ik niet. Dus... Nooit die zin van man voeg een klap want man. Nee. Of vergeet Cindy, heeft ooit een man gevochten om jou? Niet ze kijkt vechten, me aan, Chintori, dagelijks Susanne. Niet vechten, maar misschien wel ruzie gewoon maken. Jaloers, even bekvechten. Het vechten. Is nooit zo ver gegaan. Nee. Maar you know go Cindy man voor klap nee. Man, dat niet. Nee. Want dat, volgens mij is dat die 6.8 of niet? Nee, nou, Sander. Nee, maar wat ik dus wilde zeggen, van daar heb ik gezien. En dan baseer ik op de reacties op social media en vooral mijn eigen mensen die mij volgen. Maar ik sprak er ook over, dus. Nou, nee, ik had een andere mening, man. Wat is je mening? Moet ik gewoon echt zeggen wat ik denk van die hele Tory? Ja, graag. Ik heb mijn mening gedeeld, dat is best een heftige mening. Dat ik over het algemeen vrouwen heftig vind. Ja, tot hoever ik dat ding heb gezien. Ja. Van die twee is... toen die vrouw ook gewoon zei van ja... we zouden eigenlijk niet echt trouwen. Dat soort uitspraken aan. Oh ja, klopt. Ja. Ik heb dat hele ding een beetje gevolgd. We zouden niet echt trouwen. Het is om onze eerste kind of zo. En... van August en dat ze gewoon openlijk praat van ai, ik heb het gedaan, je moest weten waarom ik het heb gedaan. En volgens mij zei ze zoiets, hou me ten goede. Ja, ik ga je zo meteen, ik ga het aanvullen zo meteen, maar praat gewoon ze, je ze zei wel iets van August, van tegen Will, van je moest weten waarom. Of je moest weten waarom ik het heb gedaan. Ja. Klopt. En ik vond dat al een beetje zo disrespect, man. Oh, disrespectvol tegenover hem, ja, toch? Ja, ik vind het wel een beetje zielig voor hem. Je vindt het zielig voor hem? Ja. Oké. Dat is gewoon openlijk, gewoon want het zegt. Het verhaal en is... En dat ding gewoon doet zo openlijk. Maar jij volgt het echt dus, want het is meer dan die klap bij de Oscars, het is meer inderdaad dan die klap. Want dit is waar ik het over heb. Is meer dan die klap. Ik vind, juist moest Will August klappen. Waarom heeft die August je hebt de verkeerde man geklapt. Maar... Je hebt de verkeerde man geklapt. Dan nu ga je wel gewoon... Nou. Het gaat wel om iets anders bij de Oscars. Ik zeg je eerlijk, als ik met vriendinnetjes van me praat... Die, en dat is natuurlijk buiten de camera. Die zeggen gewoon streden van, Luku. Want iedereen ziet van, er is iets mis in die relatie. Er is iets mis, je kan er niet verbergen. Ik weet, we kijken naar tv, maar toch iedereen ziet, er is iets mis. Ik neem niet op voor Jada. En die vrouw
is de oorzaak? Ik neem niet op voor Jada. Dat is het verhaal. Nee, ik vind het juist zielig. Een van de weinigen voor Will Smith. Ik vind het een beetje zielig voor Will. Je neemt het op voor Will Smith. Want dit is het verhaal. Vergeet die klap. Vrouwen beginnen dus te applaudisseren vanaf dat haha, entanglement, entanglement. No. Lachen toch? No. Niet wetende, want hier komt die toxic. Hier komt die toxic. Hier komt die next level toxic. Daarom zeg ik bij Jada Pinkett level. Zij gaat dus met de vriend van haar zoontje. Dat is één ding. Het tweede ding is, die jongen heeft mental issues. En zij komt in de van, no, spang, ik vang je op. Ja. Dat is misbruik. You get it? Als een man dat bij een vrouw doet. En nog erbij, vang op een andere manier op ook. Op een andere manier. Ik vang, vang je op. Ik vang je echt en Amantu, op. En Amantu, precies Amantu, zo. Nina slachtoffer, daar vang me op. Zo is dat gegaan. Precies zo. Is toch zo is dat gegaan. Nee, maar dat is wel wat zo. En dan is het ook nog Amati van je zoon. Dat is toxic. Toxic toch? Puur en dat toxic. Is niet mijn level. Oké. Okay. Nee, maar eigenlijk had ik stiekem gehoopt dat we hier zouden battlen, dat je op zou komen voor Jada. No. Maar ik ben blij om te horen dat het niet het geval is. Als een vrouw fout is, dan is een vrouw fout. Toch? Ja. En dan hebben we het nog niet eens over die klap gehad waarbij die man zich zo... Waar hij zo onder de duim is dat hij look in nommel. Dan denk je, oh shit, ik moet in actie komen. Nou... Willis is zielig. Ja, je hebt het met hem te doen. Ja, Willis is zielig. En die Chris, zielig voor hem. Ja, niemand heeft het over hem, inclusief ons, inderdaad. Niemand heeft het over hem. Is echt jammer. Ik doe er gewoon aan mee, werkelijk. Niemand, ook die mensen van de Oscar die niet vragen van, hey, we geven onze steun aan die man. Shit. Nou, zielig. Maar ik moet erbij zeggen, hoe jij jezelf omschrijft, jij hebt wel de capaciteit om een man zo lauw te maken. Als je zou willen. Ja, als ik zou willen, maar ik wil het niet. Want jij houdt niet van weak men, denk ik. Ja, nee. Ik kan niet van weak men, nee. Maar ik wil niet dat je zo gek moet doen, hoor. Die heeft geen zin. Je zou het niet eens willen, hè? Nee. Oké. Okay. Zo gek, hè? Is niet die Flora Passie model daar? No. Ja? No. Oké, we gaan even toekomstgericht, hè? Je hebt het voor het zeggen. Ja? Jij mag zelf bepalen met welke liefde je eindigt. Wanneer is dat? Mag jij bepalen? Want misschien ben je ineens ready, hè? Misschien ben je niet ready. Ben je ready, trouwens? Ben je ready? Denk je dat je ready bent voor iets echts? Maar denk je dat je sowieso gaat weten voor jezelf dat je ready bent? Ik denk dat niemand het weet. Ik ben blij dat je dat zegt. Niemand weet gewoon van, ik ben ready vandaag. Nee. Maar jij kan ook gewoon zomaar eindigen met het tegenovergestelde... Klopt! Waarvan jij denkt dat je mee gaat eindigen. Klopt. Dat kan gewoon zomaar. Klopt, maar dat is wat ik ga toelaten in mijn leven. Ja. En wanneer ik zie van nee, er is niets, dan laat ik het niet toe. Oké, laat me het anders vragen, want je kan inderdaad niet invullen als je ready bent. Maar speel de gedachte van, boy. Ik wil wel. Nu wil ik wel. Nu? Heb ik je toevallig in die fase te pakken? Dat jij, Een beetje, hoor. Dat schommelt. Dat schommelt. Ik denk nu ook gewoon op het dwaalspoor een beetje. Van, ik ben een beetje ready. En dan weer, I'm just living my best life. Maar dan kan je mijn opmerking toch wel een beetje begrijpen. Dat ik zeg gewoon, ik kan wiki, want je bent op het dwaalspoor. Dus wij zitten in een flow. We praten. Nee. Want je hebt gezegd, je praat, toch? Je praat. Voor jou is het praten, toch? Maar Joko ook kan hem blokkeren of whatever. Maar misschien denk die keer van, boy, she's the one. She is the one. Dan en hij zit zo... Dat moet toch zeggen. Hij moet het kenbaar maken. Oké. Okay. En dan? Zodat jij kan zeggen van, ik ben daar niet op. Ja. En dan ga ik je ook of ik voel dat zeggen. Niet bij jou. Ik ga je wel eerlijk zeggen van, Eno, dit is niet het moment. Of dit is niet wat ik wil. Of ik wil jou niet. Ja. Punt. Ja. Dus ik zit mensen niet voor de gek te houden, dan niet. Nooit gedaan? Ja, nu niet meer. Ik word ouder en het is beter als je gewoon eerlijk en gewoon weet wat je wilt. Want anders heb je zomaar zoveel mensen je leven zomaar en je zit een heleboel mensen voor de je gek moet je houden. Energie bewaken. Ja. Je was bezig met je mental health, toch? Ja. En je hebt mensen gescoord. Dat is belangrijk. Ja. Als onderdeel van je proces om Groeien. Mm-hmm. Ja, te groeien. Vergeet even specifiek die lobby, Taki. Waar wil je eigenlijk naartoe? Want nu word ik wel heel benieuwd. Want je komt inderdaad gedreven over en ik zie dat je iets wilt. Wat is dat wat je wilt eigenlijk?
Waar gaan we naartoe? Mowgli. Waar gaat Mowgli naartoe? We gaan naar de top. En wat is dat? Better life. Mm-hmm. Gewoon voor mij. Is dat voor naar altijd mijn zo? Naaste. Is dat voor altijd zo? Ook gewoon, daar zit ik weer daarin, hè. Dat is ook iets waar dus je... Dat, ik ben ook bezig daarmee. Mm-hmm. Wil ik het? Wil ja. ik hier blijven? Want zo is lekker. Gaan? Zo is lekker. Wil ik, weet je? Ik stel die vraag, want je loopt er aan, toch? En ja, je voelt ja, je lekker ja. hier. Sowieso. Maar als het gaat om ambitie, dan kan het ja. gewoon zomaar zijn dat, er een dinges is. Ja. Een limit. Mm-hmm. Ja, klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ik kan me voorstellen dat je daar... Daar zit ik weer in. Daar heb je over na... daar zit je nu? Ik zit er ook in, ja. Van wat wil je nu ook gewoon? Wil je hier? Ja. Wil je weg? Wat ja. wil je? Ja. Wat ga je doen? Mm-hmm. Dus ik zit echt daarin. Daarmee ben ik ook gewoon bezig. Want je bent nu vrij en jij wil vrij zijn. Ja. Hoe zit je dan met kinderen? Kinderen? Wil jij kinderen? Zie jij dat voor jezelf? Ik wil sowieso kinderen. En mm-hmm. liefst achter elkaar. Echt waar? Jawel. Na die eerste gaan we weer, ga ik je weer we roepen en vragen. Meteen. Nog steeds? Tweede. Zodat het is meteen. Gebeurd. Hoeveel denk je? Hoeveel zie je voor je? Ja, 3, 4. 3, 4. Mm-hmm. Je had een max van 2 van die dude en hij kan dus 2 meenemen. Of je nou look what Nou, 3, 4. Ik wil echt achter elkaar. Daarom, als ik ga starten, ja. achter elkaar. Okay. Met Gods wil natuurlijk. Ja, precies. Inderdaad, ja. Oh, maar en misschien is dat die offer. Want ik was dus benieuwd van hoeveel ben je bereid te offeren voor de liefde? Sowieso, voor de kids. Ja, zou je doen? Sowieso, voor de kinderen. Ben je daarvoor ready dan? En mijn gezin natuurlijk. Ja, ja want je ziet voor je wel ja. een gezin. Ik zie dat... voor mij sowieso een gezin. Mm, huisje, ik ben ook zo boompje, geboren. Beestje. Ah, mijn moeder en dat mijn vader die zijn ook gewoon samen, weet ja. je? Mm-hmm. Ik ben opgegroeid in liefde. En... Oké, okay, mooi. Dat is ook gewoon die streven. Het blijft in mijn hoofd zitten. Het is leuk om te zien wanneer je naar huis gaat. Je ziet je moeder en je vader. Dus het is gewoon leuk. Ja, en kan... heel weinig mensen hebben dat. Je zou het niet van mij denken, misschien. Waarom niet? Dat zou een vooroordeel zijn. Meestal. Ja, nee, maar er zijn veel. Het is niet vanzelfsprekend. Nee. Dat is nee. damn sure. Nee, het is gewoon. Het is waar wat je zegt. Nee. Want ik zit ook in die situatie. Ja. Waarbij ik mijn vader en moeder als voorbeeld neem, want die zijn ja. ook samen. Ja. Maar als ik kijk om me heen, het is dan gewoon absoluut van, wat je. Hè? Het is heel moeilijk. Het is, denk het is je, niet dat. Hè? Bestaat het ja. wel? Maar ja. dan kijk ja. je weer naar je moeder en je vader. Ja. En dan denk je, nee, het bestaat ook. En dat betekent niet dat alles rooskleurig is en ja. Perfect nee, en dat soort dingen. Nee, nee, nee. Maar ze zijn samen maar ze en nog steeds. Samen. Dus dat betekent, ze maken dat offer van. Ja. Wat dit? Dus dat heb ik gewoon. Oh, maar dat blijft maar dat in is jouw hoofd. Voorbeeld. Is mm-hmm. dat jouw voorbeeld dan? Mm-hmm. Mm-hmm. Boy, dan wordt het moeilijk. Maar dan wil ik zeggen, dan ligt het aan jou. Choose right. Is echt moeilijk, ja. Kies die man goed. Is echt moeilijk. Want al brokkoi atti. Als jij dat als streven hebt, mm-hmm. en dan kies je één weer in de keel gebaseerd op, ik weet niet wat. Ja, klopt. Misschien laat hij je lekker voelen op ja. een moment of... misschien heeft hij alles ja. wat je denkt van, oh, dat is succes ja, of ja. hij is gesetteld. Ja. Maar alleen hij heeft niet die... Mm-hmm. Mm-hmm. Bidden toch, bidden. Je bidt, oké. Okay. Ja, mama, hey, ik geloof in bidden. Maar hou ja. ook je ogen open. Ja, want liefde, ook. In mijn hersenen. Je hersenen gebruiken, ja. Mm-hmm. Nee, je klinkt als een lieve vrouw te zijn. Die vrouw, hè, die dan dat heeft. Mm-hmm, ja. mm-hmm. Maar dat klinkt alsof er geen meer Mowgli zou zijn. Of dat is er nog steeds. Jij gaat dan, denk je dat te weten balanceren? Ik denk het wel, ja. Ja? Maar het gaat wel een limiet zijn. Bepaalde dingen ga ik sowieso achterwege moeten laten. Mm-hmm. Vind ik ook. Want ik kijk ook gewoon naar mijn ja, voor jezelf, hè, want het gaat ja, om jou. Jij ja. vindt voor jezelf van, dan wil ik dat no, en dat niet meer doen. Dat, dit ja. niet meer, man. Ja. Want je hebt nu een ander leven en je hebt kids ja. erbij of zo. Mm-hmm. Je moet gewoon een beetje... Boy, ik zou je wat zeggen. Er zitten mannen nu te kijken. Die zitten notes te schrijven van boy, naar Disa Lobby, Disa Awadi. En dan gaan ze je benaderen. Zeg. Je moet redderen. Nou ja. Dat is wat hier gebeurt. Nou ja. Blijf de real herkennen. Jere? Ik had het juist. Jij bent dat leuk meisje die ik zag in die vlogs vooral. Mm-hmm. Hè? Onschuldig meisje die ik in die vlog zag. We gaan je in de gaten houden. Waar kunnen we je volgen? Waar kunnen we alles van je zien? Waar moet ik zijn? Op Instagram, op YouTube, Facebook. Wat is je account?
Instagram is het gewoon Mowgli X. Op Facebook is het Mowgli. Mm-hmm. Op YouTube is het ook gewoon Mowgli. Mm-hmm. Wat nog meer? Ja, that's it. Mowgli, Jungle Book, ne? That's it, gewoon Mowgli. Jungle Alleen book. Schrijf je het anders. Mm-hmm. Mowgliea. Okay. Schrijf het wel anders. Ja. Dat is alles en daar kan je, hier kan we alles zien. Ja. Laat jezelf verrassen en ga Mowgli checken op Instagram en op al die video's. Doe je ding, je talented, I love it, onderneemster en I support this. Ik vind het leuk om Surinaamse vrouwen te zien zoals jou. Maakt me trots. Ja, hè? Ja. Je wilde wat zeggen? Nee. Oké, okay. Je zuchtte van, I'm glad it's over. Zo, Mario. Huh? Nee, nee, maar in een good sin. Van, nee, nee. Maar wat had je ervan verwacht? Praat eerlijk met me. Nee. Ik had het erger verwacht. Erger. It's complicated, but nee. No, het was gewoon chill. Nee, was gewoon chill. Was gewoon chill. Real. Voelt goed aan. Het hoeft niet complicated. Good energy. Good energy, toch? Vind ik ook van jou, dat by the belangrijk. Way. Dat is belangrijk. Is a beautiful thing. Dat is echt belangrijk. Ja, dat man. Was het gewoon. Ja, man. Nou, leuk je hier te hebben. Gilly's Love Line met Mowgli. En ik ga mezelf herhalen. Hè. Je gaat abonneren, maar je gaat ook mij volgen. @GillyRutu op alle social media kanalen. En abonneer, klik op het belletje, like elke video en share. Want dat doet veel, zodat we deze lobby kunnen verspreiden. Is dat niet, toch? En zoals ik elke week zeg in Gilly's Love Line, if it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah.